Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over 3D printen. Ik kreeg van de week het verzoek van Henk of ik de video over de Wave Toy, de CineWave, of ik die, dat was eigenlijk zeg maar voor niet goed zichtbaar hoe ik hem in elkaar gezet heb. En zijn vraag was eigenlijk of ik dat opnieuw wilde doen. Wel nu vandaag heb ik met alle drukte die we überhaupt hebben, want we gaan morgen naar Boedapest, even alle onderwerpen en onderdelen opnieuw geprint. En ik ga ze opnieuw in elkaar zetten. Dat het opnieuw geprint is, dat kan ik hier laten zien, want we hebben hier het origineel, wat in de eerste video zichtbaar was. En dat gaan we nu in één kleurtje weer kijken of we dat goed in elkaar kunnen krijgen. Ik heb het in vier kleuren gedaan. Aan de rechterkant zien we de pistons, 10 stuks. Dat zijn deze staafjes die hier omhoog gaan straks en omlaag. Dat zijn de groene. Dan hebben we de ringen. Ja. Die liggen hierachter. Dat zijn de paarse. Die ik hier heb liggen. Ik hoop dat ze te zien zijn. Ja. Dan hebben we het framework. Dus zeg maar het gebeuren waar het allemaal in zit. Dat zijn hier de rode onderdelen. En we hebben de as en de hendel, het draaimechanisme, en dat zijn de gele onderdelen. Een paar dingen die daarbij belangrijk zijn te merken is dat in de as, de grote as, zit een sleuf. Net zoals in de kleine as een sleuf zit. Zometeen bij de hendel aan allebei de kanten een inkeping, een cirkel. De een is groter dan de ander. Aan de ene kant wordt namelijk de grote as en aan de andere kant de kleine as. Dan hebben we in de bodem, even kijken, dat ging niet, hebben we twee sleuven zitten. En in die sleuven worden rechtopstaand de zijkantjes geplaatst. En daarbij moeten we even opletten dat aan de ene kant, dus aan de bovenzijde van die zijkantjes, waar het bovenstuk op komt, er zit aan de ene kant zit de uitstulping, is een gladde uitstulping. Aan de andere kant is er als het ware een soort van inkeping. En hij moet met de inkeping naar buiten. En ook de andere kant met de inkeping naar buiten. Dan het bovenstuk, wat daar dus opgeplaatst wordt, waar die inkeping in komt. Nou, de asjes, de pistons, dat is niet zo'n groot probleem. De cirkeltjes, dat is wel even een apart verhaal. Het zijn er 10. We zien op de bovenzijde, als we goed kijken, ik weet niet of ik dat goed in beeld kan krijgen, is dat die cirkel is iets hoger dan de grote cirkel. Er is er één bij waarbij die nog wat hoger is en dat is degene die aan de, als ik vanaf deze kant kijk, dus vanaf de rechterzijde, dus vanaf die kant zeg maar, dan is diegene met de hoge cirkel, die moet helemaal links zitten. Dus die gaat naar links. Daarnaast is het zo dat die middencirkeltjes hier in de midden, daar zit een klein, even een klein vuiletje eruit halen, oké. Er zit een klein inkepingje in, of beter gezegd een uitstulpingje. En die zitten allemaal op een ander plekje, dus van boven naar rechts naar het zeg maar als de cijfers van een klok. En die verzorgen straks die golfbeweging die hierin zit. Ja, dat wordt dus door de plaats van die cirkeltjes bepaald. En dus met name door dat blokje. Als je hem dus zo wilt hebben zoals ik hem hier heb, dan moet je dus zorgen dat ze eigenlijk in opvolgende volgorde zitten. Ja, dat is moeilijk om te zien, maar als je het zelf geprint hebt, dan zie je vanzelf dat die uitstulpingjes, dat die steeds op een ander plekje zitten. Ja? Deze zit middenonder. De eerste zit middenboven bijvoorbeeld en dan steeds in de ronde. Nou, nu gaan we het in elkaar zetten. Om even kijken of dat... hoe we dat het makkelijkste gaan doen. Ik begin eigenlijk met de grote as. En die grote as, je ziet dat daar een soort van verbreding in zit. En die verbreding die moet wederom, als we de Wave Toy zo houden, moet die rechts zitten. Dus aan de rechterzijde. En dan beginnen we eigenlijk, want ik heb ze hier al op volgorde gelegd, die cirkeltjes. Ik heb die paarse rondjes al op volgorde gelegd. Bij de laatste linksboven ligt en de eerste rechtsonder. Dus ik begin eerst met de eerste te plaatsen.
En dan zo alle 10. Nou, dat gaan we even doen. Even kijken. Want het is even zorgen dat dat goed gebeurt. Steeds met dat uitstulpingringetje aan de linkerzijde in dit geval. De oriëntatie van de as zelf is op dit moment nog niet belangrijk. Dat gaan we straks pas doen. Het is even echt pielen dat we de juiste plek hebben van waar zit nu de juiste plek om hem op te schuiven. Dit zijn er 4. Oh, hier komt de 5e. Hopelijk het keurig in beeld doen dit keer. De 6e. Even kijken, zo ja. 7. Acht. 9. En door die verspringende nok, als het ware, in die cirkel, krijg je dit effect dat hij er niet helemaal rechtop lijkt te zitten. Maar dat moet zo, want dat veroorzaakt straks dus die waveform. Goed, nu gaan we naar de voet van de wavetoy. En dan pakken we die zijkantjes. We pakken eerst de rechterkant. En ik had al verteld, de gladde zijde moet naar binnen wijzen, dus die zet ik hierin, want daar hoort die. Ondertussen plaats ik het asje in dat cirkeltje hier in het midden. Ja. En dan ga ik de andere plaatsen. Die moet op de andere kant, zuiden kant, gladde naar links in dit geval. Ook hier zit die cirkel middenin. Daar komt de andere kant van de as heen en zorg je er dus voor dat, zeg maar, dat die gele uitstulping, dat die in het midden van die twee buitenzijdes zit. Want anders zou je hem er zo uit kunnen halen en dat is niet de bedoeling. Nou, en als ik hem nu zo plaats, dan zien we dat die in feite al goed zit. Alleen, we hebben nog niet het hengselwerk eraan gemaakt. Dat gaan we zo doen. Ik ga eerst nu het lastigste stukje doen. Dat is het stukje met de pistons. Deze hier. Die moeten met het hamertje naar beneden in dat blok geplaatst worden wat we hier hebben. Waarbij die uitstulping op dat blok, die moet aan de bovenkant zitten. Dus hij wordt er straks zo op geplaatst. Ja? En dan gaan we in elk vierkantje wat we hier zien, gaan we 1 zo'n pistontje doen. 1. Nou, en zo verder. Alle 10 hierin dus. Die pistontjes zijn allemaal even lang. Daar kan je natuurlijk wel mee spelen, dus je kan daarmee een beetje rommelen. Maar op dit moment zijn ze allemaal even lang. Nog 3 te gaan. Oh, niet laten vallen, want dan krijg je een bende. En dan moet je alles zoeken. En de laatste. Nou, en nou is het natuurlijk zaak dat met die 2 uitsparingen links en rechts, dus hier en daar, dat die over die nokjes vallen die op die behuizing zitten. Maar dat moeten we wel zo doen dat, zeg maar, niet die pistonnetjes er meer uitvallen. Die mogen er niet uitvallen. Dus het is eventjes een kleine kunst of we dat goed doen. Oké. Okay. In elk geval kunnen ze er nu niet meer uitvallen, dat is het belangrijkste. Even aandrukken, zorgen dat het niet kapot maakt. En je ziet dat als we draaien, dan gaat hij al op en neer, dan is die weeftoy al werkend. Neemt echter niet weg dat er nog een paar kleine dingen overblijven. Dat is namelijk het hengseltje hier aan de zijkant, wat dus hier aan de rechterzijde, hier zo aan de rechterzijde zit. Dat moet nu gebeuren. Ja, en dat is eigenlijk niet zo moeilijk. We hebben hier het draaielement. Dat is dat element wat we
Even kijken, daar zien zitten. Ik doe eerst de onderzijde eraan vastmaken. Ik pak dus het kleine asje. Er zit een klein kokertje bij wat daar overheen gaat. En dan gaat dat kleine asje, ook daar zit weer een richel in. En ook in het draaimechanisme zit me in die cirkel een nokje, zeg maar. Waardoor ik die erop kan drukken. Zo. Die zit hier inmiddels op, zoals je ziet. En rest ons om deze hier ook weer met hetzelfde systeem. Ook hier zit een nokje. Ik weet niet of je dat zien kan. Ja, je kan het zien hier in het hoekje daar. En die komt in die sleuf van die gele as te zitten. Even kijken. En zie daar. Onze Cinetoy. Onze weeftoy is klaar. De tweede versie. En als het goed is, Henk, moet je het nu wel goed hebben kunnen zien hoe ik het in elkaar gezet heb. Ik hoop dat je daar plezier aan beleeft. Daarmee zijn we er nog niet voor vandaag. Want we hebben nog één ding te doen. In mijn vorige video heb ik aangegeven dat ik een onderzoek ging doen naar de houdbaarheid van PLA. En ik weet niet of je hier op de achtergrond ziet staan, maar hier staan drie bekers. Eén zonder tekst, één met de tekst zout en één met de tekst suiker. En ik heb gezegd dat iedere keer wanneer we nu een video gaan maken, dan gaan we even kijken hoe het staat met de houdbaarheid van onze prints. Ik ga ze even ook in die volgorde op het papier leggen hier. Zo. En dan gaan we de camera er even dichterbij halen. Zo. Even een beetje rommelen. Links dus de gewone. En we zien eigenlijk op dit ogenblik niet echt dat er iets aan veranderd is tussen het normale moment. Even de bearing draaien. Hij lijkt wat zacht, maar dat valt wel mee. Dit is degene die uit het gewone water komt. Eigenlijk geen verandering. Dan krijgen we de zoute water. Eigenlijk op dit ogenblik nog hetzelfde. Maar goed, ze liggen er ook pas een anderhalve week tot twee weken in. Hier zien we nog geen vervormingen, geen veranderingen in de structuur. Dus ook hier nog geen verandering. En datzelfde zal ongetwijfeld gelden voor degene die in het suikerwater ligt. Wel doorweekt met water natuurlijk inmiddels, want het ligt al een tijdje erin. Maar het is nog steeds wat het was. Ook deze gaat terug in zijn wakkie. Ik kijk heel even naar mijn handen. En ik zie daar geen residu. Dat betekent dat er inderdaad nog geen biologische afbreekbaarheid is geweest. Nou, wie weet een volgende keer. Anderhalve week is ook erg kort om dat te laten doen. Dat moet eigenlijk wel een jaartje zijn, denk ik. Maar in elk geval gaan we het op deze manier bijhouden. Nou, ik wens je veel plezier. Fijn weekend. En tot de volgende keer. En ik hoop dat ik je dan weer allemaal terugzie. Dag.